Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag, geen Pasen hier, maar de eerste dag van een nieuwe werkweek. En ja, het is bloedheet, maar daar kom ik zo op terug. Eerst even de aankondiging dat zo dadelijk Nausicaa Marbee in de podcast is. Ik heb dat gisteravond opgenomen, want ze moest paaseieren zoeken vandaag. En we gaan het hebben, of zij gaat het hebben eigenlijk, als een vervolg op haar sublieme column in de Telegraaf gisteren. Over het falen van het bestuur en het daardoor opkomende antisemitisme en de jodenhaat in Nederland. Maar laten we het eerst maar even over het weer hebben, want mensen, het was gisteren al heet. Was ik heerlijk door de duinen naar het strand gegaan. 6,5 kilometer gelopen in de zon. Heerlijk. Korte broek, t-shirt, hoedje op. Hondje bij me. En vandaag is het nog heter. Het wordt 30 graden. Ik kan er ook niks aan doen. Ik heb de deuren open van het balkon. Zodat jullie ook het geluid van buiten horen. Maar ik wil geen airco aan. Dat stel ik altijd elk jaar zo lang mogelijk uit. Dus alles staat tegen elkaar open. Heerlijk koel in huis. En is het best uit te houden. Alleen op straat, ja, je loopt weer in je korte broek, je t-shirt, je hoedje en de hond aan de lijn. En ja, ik moet wel zeggen, het is wel lekker hoor. Het is wel lekker. Maar je moet je er even weer op aanpassen natuurlijk. En al het wintergoed wat we verleden week maandag nog nodig hadden, kan nu gewoon opgeborgen worden. En voorlopig houden we dit weer. Het wordt later in de week ietsjes koeler. Dan gaat het van 30 naar 25, 26 graden. Maar goed, het blijft lekker weer. Dus Joop klaagt niet over het weer. Echt niet. Ja, en dan het nieuws. Nou, het was met het weekje wel in Nederland. Laten we daar maar even eerst mee beginnen. Want we hadden verleden week zondag natuurlijk het concert van Lenny Koer in Waalwijk, wat verstoord werd. We hebben de demonstraties bij Albert Heijn in Woensel bijvoorbeeld gehad. Waar de manager uiteindelijk besloot om toch maar geen dadels meer te verkopen. Laf, heel laf. Ik heb er ook protest bij aangetekend bij Albert Heijn. En gelukkig hebben jullie, velen van jullie, dat opgevolgd via social media. En dan hadden we vrijdagmiddag natuurlijk de aanval op de rabbijn in Utrecht, rabbijn Heinz, bij de Action. Die geholpen werd, gelukkig, door twee Marokkaanse vrouwen. Ik wil dat niet genoeg benadrukken. Die kwamen er tussenin, die vingen eigenlijk de meeste klappen op. Hij heeft er maar een paar op zijn hoofd gehad. Hij heeft wel aangifte gedaan, maar ja, zo gaat het van stukje van kwaaier naar kwaaier. En naar aanleiding daarvan kreeg ik bijvoorbeeld gisteravond en vanmorgen heel wat berichten binnen van mensen die zeiden: Joop, voor de shul in Amersfoort, voor de shul in Amsterdam, voor de shul daar, werden we uitgescholden omdat we met een keppeltje opliepen. Iemand die herkenbaar Joods eruit ziet, gewoon in zijn gezicht, werd bij de Albert Heijn in ergens in Amsterdam was het geloof ik, uitgescholden. Hij stuurde mij een heel epistel. Werd uitgescholden door een Marokkaans meisje als vuile kankerjood. Nou ja, zo gaat dat gewoon maar door. En daar zal voorlopig helaas door het falen van de overheid geen einde aankomen. Echt niet. Gisteren trouwens kreeg ik het verzoek van Rob Frank, de echtgenoot van Lenny Koer, om zijn brief die hij aan Theater de Generator in Leiden heeft gestuurd, naar aanleiding van hun mededeling dat ze Lenny niet zullen boeken. Met andere woorden, wij boeken geen Joodse artiesten meer. Die brief heb ik online gezet. Die staat in israelnieuws.nl. Daar kunnen jullie hem lezen. En het is een hele sterke brief. Hij heeft gewoon zijn standpunt gemaakt. En daar moeten ze het dan maar mee doen. Dat theater, de Generator, wordt enorm gesubsidieerd.
En eigenlijk moet daar gewoon een einde aan komen. De gemeente Leiden. Als jullie in Leiden wonen, luisteraars, ga naar de gemeente. En dring erop aan dat ze die subsidie stopzetten. Maar ik ben bang, ik ben echt hartstikke bang dat er nog meer theaters zullen komen. Zoals Lenny in de podcast afgelopen woensdag ook zei, dat ze niet raar zou opkijken als er binnenkort een theater zou zijn die zou zeggen: beste Lenny, we vinden het hartstikke leuk als je komt optreden, maar we kunnen je veiligheid niet meer garanderen, dus ga maar naar huis. Dat gaat er gebeuren, let maar op. Want nogmaals, bestuurders, ze doen er niks tegen. Ja, en dan hebben we natuurlijk hier het nieuws in Israël ook. Er zijn gisteren, staat ook in israelnieuws.nl, waar je alles kan lezen, zijn er een aantal hoge leden van Islamic Jihad en Hamas in het Shifa ziekenhuis geëlimineerd. Er werden er een paar tussen de kraambedden gevonden. Die kwamen opeens daar tevoorschijn. En er werd er ook eentje op de eerste hulp gevonden. Die dacht, laat ik maar vast naar de eerste hulp gaan. Die zijn daar naar de andere wereld geschoten. Kan je allemaal zien en lezen op israelnieuws.nl. En dat waren echt belangrijke terreurleiders, om het zo maar te zeggen. Betrokken bij moorden, verschillende moorden zelfs. Dus ja, de wereld mist daar niets aan. Ja, en dan hebben we voor de rest natuurlijk hier in Israël de demonstraties. Nee, eerst even iets anders. Gisteren heb ik een bericht online gezet in Israël Nieuws. Hamas, en dat moet echt bekend zijn nu. Hamas vervoert gijzelaars in witte lakens met ambulances door Gaza. En dat verzin ik niet uit de duim. Dat heb ik van een vrijgelaten gijzelaar die dat in de pers heeft gebracht. Hagar Broduch. En die was gegijzeld samen met haar drie kinderen. Die is later vrijgelaten, ergens in december. Maar haar man zit daar nog. Die is nog gegijzeld. En die werd met die drie kinderen werd ze per ambulance in witte lakens verwikkeld. Van gevangenis naar gevangenis gebracht in Gaza. Lees dat verhaal. Dat is een heel ander verhaal als wat je van de NOS of RTL Nieuws of welke andere media, met uitzondering van de Telegraaf en Geen Stijl, in Nederland krijgt voorgeschoteld. Echt waar. Het is verschrikkelijk als je dat leest. Echt. Daar ga je van over je nek. Ja, en dan gaat natuurlijk de actie in het Shifa ziekenhuis nog door. Daar is ook de chef staf geweest. Die heeft daar een kijkje genomen. Jawel, dat doet hij zelf. Met zijn team natuurlijk. Hij heeft adviezen gegeven. Je kan ook vanmorgen weer zien nieuwe filmpjes wat daar allemaal gebeurt. Echt, dat heeft niets meer met een ziekenhuis te maken. Dus al die media in Nederland die het hebben over dat mag niet en dat is een oorlogsdaad. De pot op met jullie. Het barsten van de terroristen, het barsten van de wapens. Even een slokje water. Ja, en dan hebben we natuurlijk de demonstraties hier in Israël. En die zijn vanaf nu anders. En waarom zijn ze anders? Er waren altijd twee demonstraties. Eentje tegen de regering en eentje voor vrijlating van de gijzelaars. Dat de regering, eigenlijk Netanyahu, gewoon zorgt dat er een deal komt. Nou, dat is van nu af gelopen, van nu af aan. Die gaan samen. En dat zijn gisteravond al hele grote demonstraties geweest. Met tienduizenden deelnemers. Niet alleen in Tel Aviv, in Jeruzalem waar gevechten uitbraken. In Haifa, in Netanya, in Caesarea. Maar zelfs in Sderot. Waar ja, die tot een paar weken geleden nog ontruimd was. De mensen waren geëvacueerd en zijn nu weer terug, zoveel mogelijk. Maar ook daar werd gedemonstreerd tegen de regering. Ja, mensen zijn het zat. De familieleden zijn radeloos. En ik heb vandaag bij dat artikel hele mooie foto's. En waarom zeg ik dat? Dat zeg ik met name omdat die gemaakt zijn door een Nederlandse fotograaf. Ik noem hem fotograaf B, maar ik zie hem vanmiddag. Gaan we een kopje koffie drinken.
En die wil natuurlijk uit veiligheidsoverwegingen zijn naam niet naar buiten. Maar die heeft bijzondere foto's gemaakt. Echt waar. Hij is een enorm goede fotograaf. En als je die foto's ziet, dat geeft een bijzonder goede impressie van wat zich daar allemaal afspeelt. De radeloosheid van de mensen op hun gezichten. Mensen zijn het gewoon zat. Laat er nou in vredesnaam een deal komen om die gijzelaars, hoeveel het er ook zijn, nog vrij te krijgen. Om de lichamen terug te krijgen. Echt, dat kan niet zo doorgaan. Er zitten in principe nog 134 mensen gegijzeld. Vrouwen, meisjes, baby's, ouder van dagen. De oudste is 88. Kom op zeg. Netanjahu, maak een deal. Nou, die demonstraties die zijn nu zo heftig geworden, waar Netanjahu verleden week nog zijn onderhandelingsteam terug heeft geroepen uit Doha. Mogen ze vandaag weer naar Cairo toe, want daar worden vanaf morgen weer nieuwe besprekingen gevoerd. Nou, dan mogen ze er weer naartoe. Hopelijk blijven ze daar en kunnen ze nu een deal sluiten. Want echt mensen, er moet een overeenkomst komen. Echt waar. Het kan niet zo doorgaan. Echt niet. En om te laten blijken hoe de situatie is met die demonstraties. Er is vanaf vandaag een tentenkamp voor de Knesset. En er zijn de hele week demonstraties daar. En 200 grote bedrijven in Israël, het Forum van Bedrijven, technische bedrijven, high-tech bedrijven, noem maar op, hebben hun arbeiders, hun werknemers toestemming gegeven naar die demonstraties toe te gaan. Kan je nagaan. Dat zijn dus bedrijven die zeggen, jongens, als jullie willen demonstreren, prima. Ga er maar naartoe, je krijgt vrij, je hoeft daar niets voor op te nemen, je krijgt gewoon doorbetaald. Jullie zijn vrij om te demonstreren. Hoe mooi is dat? Er komen ook allerlei politici die gaan toespreken, familieleden van gijzelaars gaan toespreken. Vanavond is bijvoorbeeld Lapid daar en een van de ouders van een van de gegijzelde kinderen. Ja, men is echt radeloos. En echt, ik zag gisteravond hier, ik wist het te laat, ik ben er heel even naartoe gegaan. Ik moest toch met de hond lopen. Zag ik de demonstratie hier bij mij in de buurt. En daar waren ook weer duizenden mensen. Echt waar. Dus ja, men wil gewoon dat er nu een deal komt. En er moet ook een deal komen. We kunnen dit niet op zijn beloop laten. Echt niet. Ja, en wat is er voor de rest nog voor nieuws? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Arabische landen. En onthoud dit goed, echt waar. Ik heb het online gezet op social media, het artikel. Staat in de Jeruzalem Post. Arabische landen, een aantal Arabische landen, hebben een voorstel gedaan van weet je wat? We gaan een Arabische multinationale troepenmacht voor Gaza introduceren. Nou, dat is toch een hartstikke goed idee, zou je zeggen. Het zijn de Arabische landen die zelf voor de veiligheid zorgen daar in Gaza. Maar daar komt meneer Abbas, de leider van de Palestijnse staat, tussen aanhalingstekens. En die zegt, wat? Er komt helemaal geen multinationale troepenmacht in Gaza. Dat staan wij niet toe. Wij willen geen andere landen over Gaza en de Westbank dat die gaan controleren. Dat doen wij niet. Wij zijn daarop tegen. Nou, dat gaat dan lekker. Maar goed, eigenlijk niet te verwachten hoor. Want Abbas is altijd overal op tegen. Alles wat Israël wil, is hij op tegen. Het enige wat hij wil, is wat hij wil. Dat zou goed gekeurd kunnen worden. Maar niet wat anderen voorstellen. Of het nou Netanyahu is, of meneer Biden is, of de Europese Unie is. Of in dit geval drie Arabische landen, waaronder Saoedi-Arabië. Hij wil het niet. Nou, dan niet. Dan houdt het op, zeggen we dan. Maar dan weet je dat, Niels, voor als je door de Nederlandse media weer wat anders krijgt voorgeschoteld. Ja, er was vanmorgen nog een terreuraanslag in het busstation van Beersheba.
Daar kwam opeens een of andere gek, ze noemen het hier nog steeds terroristen. Die kwam met een mes op een militair af. Die stak hem, maar er was een andere militair. Er waren veel militairen in de buurt, want het is zondag, dan moeten ze weer in dienst. De reguliere militairen. En er was een andere militair die dacht, ho, er wordt niet gestoken. Pief, paf, poef. En hij schoot hem naar de andere wereld. Althans, niet meteen. Hij mocht nog even een ritje in de ambulance, maar in het ziekenhuis was hij al bij de niet bestaande 72 maagden. Ja, en dan heeft Israël het rapport van de Verenigde Naties weersproken. Er is geen honger in Gaza. Dat blijkt ook uit de filmpjes die ik constant online zet. Zwarmatenten. Als je maar betaalt, dan is er genoeg eten. Maar dan moet je wel centjes neerleggen. En als je geen centjes neerlegt, ja, dan is er geen eten. En je kan geen centjes neerleggen. Er zijn mensen die dat niet kunnen, want die zijn hun baan in Israël kwijt. Vergeet niet, er werkte ruim 20.000 mensen elke dag in Israël. Dus ja, als je die centjes niet meer hebt, ja, dan heb je inderdaad een probleem. Maar dat wil niet zeggen dat het een hongersnood is georganiseerd door Israël of veroorzaakt door Israël. Want, zegt Kogat, dat is de coördinator van regeringsactiviteiten in de gebieden. Want, zegt Kogat, wij publiceren vandaag een rapport. En dat weerspreekt alles. Er zijn gewoon feitelijke en methodologische fouten gemaakt. Gewoon verkeerde berekeningen. Gingen er vroeger gemiddeld 70 vrachtwagens voor 7 oktober, 70 vrachtwagens per dag naar Gaza in. Vandaag zijn dat er gemiddeld zo'n 180 tot 200 buiten de schepen, buiten de parachutes met voedsel. Er komt vandaag geloof ik weer een schip met 400 ton aan hulpgoederen aan. Er is geen hongersnood, echt niet. En Kogat, dat kan je lezen in het artikel in Ynet, wat ik ook op alle social media heb gezet. Kogat komt met berekeningen en die zegt gewoon, dit zijn de juiste berekeningen. Er staan bijvoorbeeld tientallen vrachtwagens met hulppakketten te wachten in Gaza op een VN-basis. Omdat de VN geen mogelijkheid heeft ze naar verschillende plaatsen te vervoeren. Ja, dat ligt niet aan Israël. Dat ligt aan de Verenigde Naties. En dan moet je niet Israël de schuld gaan geven. Het is zo makkelijk om te zeggen, hey, wijs maar naar het vingertje met het vingertje naar Israël. Lees dat artikel, dan kan je de NOS weerwoord geven. Ja, en voor de rest gaat het natuurlijk over de bloedhitte hier. Die aan blijft houden. En ja, er was vandaag nog even een rechtszaak. Daar is net, dat komt net naar buiten, is daar een uitspraak voor gedaan. De politie die is zo gewelddadig geworden. En dat deden ze ook al in 2020. En daar was toen protest tegenaan getekend. Ja, dat duurt dan even een paar jaar voordat er een uitspraak komt. Hè? Niet alles gaat zo snel. Want toen had men protest aangetekend tegen waterkanonnen die gebruikt werden. Nou, daarvan heeft het rechtszaak gezegd dat mag. Dat is niet extreem gewelddadig. Maar goed, op dit moment speelt het wel. Gisteravond werd er weer vrolijk op losgespoten. En oh ja, wat ze nu ook gebruiken zijn geluidskanonnen. En dan zou je zeggen, wat zijn geluidskanonnen? Nou, heel simpel. Geluidskanonnen, dat zijn extreem luide luidspeakers waar je dan bijna doof van wordt. Dat dus. Goed, dat was het belangrijkste nieuws hier in Israël. En dan ga ik nu kijken of ik Nausicaa aan de lijn krijg. Ik ga dat monteren en kunnen jullie ook daarvan genieten? Want neem van mij aan wat zij zegt, het is zo waar. En dan heb ik nu contact met Nausicaa Merbee. We nemen dat op zaterdagavond op, deze podcast. Omdat Nausicaa op zondag, de eerste paasdag, paaseieren moet zoeken. Maar doet dan de inhoud niets af. Want ja, eigenlijk vergelijkbaar
en uitgebreider dan haar column op zaterdag in de Telegraaf. Heb je die nog niet gelezen? Ga die vooral lezen. En dan ga ik nu spreken met Nausicaa. Goedenavond Nausicaa, zoals ik al in de vooraankondiging zei, we nemen het op zaterdagavond op. Omdat jij dus die paas eieren moet zoeken. Maar dat wordt wat met de regen hier. En ja, 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 wel een regenjas aan doen. Hier hadden we dat niet vandaag, want ik liep lekker in mijn korte broek en t-shirt 6,5 kilometer duin en strand. En dat strand was afgelaaien. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben, want er is de afgelopen week heel wat gebeurd in Nederland. En niet ten positieve, als ik het zo mag zeggen. Nee, sinds we elkaar gesproken hebben afgelopen zondag, ja. Nou ja, toen is het concert van Lenny Koer afgebroken op een vreselijke manier. Ja. Met gescheld en ze is voor terroristen uitgemaakt en niet bedreigd letterlijk, maar het is heel bedreigend als je zoiets overkomt. En dan denk je van nou, dit is het hoogste punt. Nu gaat het hele land inzien wat er aan de hand is. We hebben niet eens tijd gehad om daarvan te bekomen. Vervolgens werd er een vrouw in Amstelveen. Een moeder van een meisje dat soldaat is in de IDF thuis opgezocht. Door vrouwen met pamfletten bij zich die haar dus gewoon echt terroriseerde vanwege haar Joodse afkomst en vanwege haar dochter. Het is zogenaamd nooit vanwege, nee, je bent niet Joods, maar je hebt een connectie met Israël of een connectie met de IDF. En dan in de familie, je bedreigt de grootmoeder, je bedreigt de moeder, je verspreidt foto's van de meis, van het meisje dat gewoon een plicht heeft om in het leger te zijn. Meisje is opgeroepen. Die is niet naartoe gegaan, zoals men hier zegt, om kindermoordenaar te worden. Nee, ze heeft een Israëlische vader. Als je in een leger zit, als je in een oorlog zit, dat kan iedereen overkomen, overal ter wereld, dat hij gewoon echt moet doden. Dat is het verhaal van oorlog, verhaal van leger, verhaal van soldaat zijn. En daar kun je gewoon echt individuen niet op die manier verantwoordelijk voor houden, of hun gezinsleden. Dat is gewoon echt abjecte, tribale terreur als je dat doet. En alsof dat niet genoeg was, hebben wij ook nog gisteren de aanval gehad op een rabbijn bij de Action in Utrecht. Een rabbijn is herkenbaar als Jood. En dan komt er iemand op hem af die zegt, wat doe je hier als Jood? Die wil hem klappen verkopen. Twee vrouwen, twee Marokkaanse vrouwen springen ertussen, vangen zelf de klappen op. En wat doet de manager van de Action? Die stuurt de rabbijn weg, zegt ga maar weg en kom je niet terug. Gaat zich niet erin mengen. Want wij zijn geen partij in dit conflict. En dan zie je dus hoe de samenleving langzaam geïndoctrineerd is om hierbij weg te kijken. Want wat doet een normale burger, zoals die twee vrouwen? Hè? Als je ziet dat iemand, een weerloos iemand, op het punt staat om geweld, om klappen te krijgen, om aangevallen te worden, dan probeer je dat te verhinderen. Wat zou een gewone manager van een winkel moeten doen? Die zou moeten zeggen, wie heeft hier de klappen uitgedeeld? Wie is het slachtoffer? Nou meneer, komt u maar mee naar achteren. U krijgt een kopje thee of koffie en we bellen samen de politie. Gaat het goed met u? Die vrouwen ook. Gaat het goed met u? Nee. In Nederland is het zo ver dat we anti-Joodse agressie toegestaan hebben. Overal, ook zichtbaar voor de burgers. Met burgemeesters en politici die verklaren dat dit eigenlijk een demonstratierecht is, een goed recht. En er wordt niet ingegrepen, het wordt niet erg gevonden dat het ook een antisemitisch karakter heeft. Het wordt ontkend dat het een antisemitisch karakter is. Vervolgens denken de burgers, ja, dit is een rare toestand. De politie mengt zich niet, de burgemeesters mengen zich niet, ministers hebben zich niet uitgesproken. Nou, dan doen wij eigenlijk ook alsof onze neus bloedt. Wordt er een Jood in elkaar gemept? Ja, dat zal wel dan iets te maken hebben met iets waar wij niks mee te maken willen hebben. En dan vergeet je nog één belangrijke. In Woensel werd gedemonstreerd voor een Albert Heijn supermarkt die Israëlische dadels verkocht. Ja.
En de manager heeft de Israëlische dadels uit de winkel gehaald. Ja. Hoe vind je die? Ja. Ja, dat is gewoon echt niet te geloven. En van de Albert Heijn weten we ook nog dat er gewoon tijdens in de eerste oorlog, in de eerste dagen van na 7 oktober, allemaal pro-Palestijnse steunbetuigingen en het steun het verzet. En steun, die verschenen dus gewoon echt pamfletten van managers. Nou ja, ja, weet je, wat moet je hiervan denken? In de Leiden is er een theater. Een theater dat aangekondigd heeft, dus gewoon echt min of meer te staan tegen de actie tegen Lenny Koer. En die ook gezegd heeft dat Lenny Koer nooit geprogrammeerd zou worden in een theater. Met andere woorden, Joden niet gewenst. Nee, Joden niet gewenst. Ik weet niet of ze het met zoveel woorden gezegd hebben. Nee, maar daar komt het gewoon op neer. Zo zeg ik het. Daar komt het op neer. Ze zijn er echt uitgesproken. Ze steunen het verzet. Ze kennen ook het verzet van Hamas. En dat is dan een instituut dat, dat eigenlijk een toneel, een theater, waar eigenlijk opgeroepen wordt, waar demonstranten opgeroepen worden om de voorstellingen te komen onderbreken als ze iets niet bevalt. Ze krijgen subsidie van het Prins Bernhardsfonds, ze krijgen subsidie van de gemeente Leiden, ze krijgen ontzettend veel subsidie van de overheid om dit soort agressie in stand te houden. Het is gewoon echt onvoorstelbaar. Ik verwacht helaas dat er de komende tijd meer incidenten zullen zijn met fysiek geweld. Tot het gewoon echt 1 of 2 keer per dag gebeurt, dan kun je niet meer over incidenten praten. Dan is het gewoon echt een golf aan antisemitisch geweld gericht tegen personen. Ja. En het maakt voor deze mensen niks uit. Of iemand iets te maken heeft met Israël of met Gaza. Of niet. Het feit dat je Joods bent, is al voldoende om je aan te vallen. Nou ja, ik zie dit als direct resultaat van alles wat toegestaan is hier aan antisemitisch protest vanaf 7 oktober. En ik moet zeggen dat de politiek en het kabinet wel echt heel erg laat wakker zijn geworden. We hebben afgelopen week een debat gehad in de Tweede Kamer. En tijdens dat debat is de kloof eigenlijk tussen de volksvertegenwoordiging en de missionair kabinet zichtbaar geworden. Je kreeg dus de partijen die vonden dat er een grens overschreden was met fysieke intimidatie, ook tijdens de voorstelling. Het verhaal van Lenny Koer. Caroline van der Plas van de BBB, die voerde het woord in de Kamer tegen staatssecretaris van de cultuur Fleur Greper van D66. Ja. En van der Plas zei, het is niet te geloven wat hier gebeurt. Wat gaat u doen? Hoe gaat u ingrijpen? Hoe gaat u zorgen voor de veiligheid? Wat vindt u hiervan? En dan heb je Greper die helemaal cool en collected, maar dan niet op een frisse manier. Dus helemaal afstandelijk, koud. Een paar obligate dingen gezegd. Ja, natuurlijk is dat ontoelaatbaar. En geweld tegen individuen is altijd ontoelaatbaar. En dat moeten wij hier niet hebben. Maar ik ga niet namens het hele kabinet praten. Ik ga me eerst beraden. Ja. En overigens, dan vroeg Van der Plas maar wat vindt. Ja, ik vind het ontoelaatbaar, dat moet niet mogen. Maar overigens tegen niemand. Alle discriminatie keuren wij af. En toen ontplofte Van der Plas eigenlijk min of meer. Ze zei, u relativeert het nu. U haalt er gewoon echt allemaal andere discriminatie erbij. En waar het op neerkomt is dus dat in de Kamer was er een politica, en zij niet alleen, Mirjam Bikker ook, en Ulysse Eljan en anderen ook, die je kon voelen dat zij gewoon kwaad waren. Dat er in Nederland dingen gebeuren die eigenlijk in een duister verleden zijn gebeurd. En dat het langzaam terugkomt. En dat degenen die aan de macht zijn nog steeds slapen. En niet echt wakker zijn geworden en niet bedacht hebben wat ze daartegen doen. Dat ze gewoon het ene incident na het andere laten plaatsvinden. Tot het eigenlijk een doorlopende
golvende jodenhaat is die zich manifesteert op stations en op universiteiten en bij mensen thuis nu ook en in de podia en in de Tweede Kamer dus zijn er ook schreeuwers geweest en tijdens een concert ook, in het concertgebouw zijn er ook schreeuwers geweest. En het kabinet doet niks, burgemeesters doen ook niets of gaan het alleen maar opjutten. En Van der Plas was een beetje wanhopig. Ja, ze is van, we hebben het toch over antisemitisme, we hebben het toch over gruwelen. We hebben het over dingen die wij uit de geschiedenis kennen en we weten waartoe het leidt. En dan vraag ik me af, waarom gaat zo'n Fleur Greper dat relativeren met trouwens overigens geen enkele discriminatie sta ik toe. En ja, ik besef ineens dat ze dat doet omdat het haar gewoon echt, omdat het gewoon automatische riedels zijn die uit haar mond komen. Juist. Wat er gebeurt, raakt haar niet. Nee. Ze heeft geen besef van verantwoordelijkheid zoals zoveel D66 bewindslieden die overigens hem gesmeerd hebben, zoals Kaag en Kuipers en Gunnar Uslu. Hups, wegwezen. Het is niet meer interessant voor ze, wegwezen. Nou, en dan hebben we deze Greper. En die papegaait wat. Wat uit de folder over diversiteit en inclusie. Ze papegaait wat over geen enkele discriminatie, maar ze weigert te beseffen, of ze is niet toe in staat, ze heeft niet die empathie, om in te zien dat er nu specifiek met Joden nare dingen gebeuren, en dat er nu de aandacht naar de nieuwe vormen van antisemitisme moet gaan. En niet naar andere discriminatie of zo, waar ook allemaal coördinatoren voor bestaan, die altijd opgenomen worden in alle inclusie- en diversiteitsclausules van universiteiten en culturele instellingen. Dat is allemaal prima geregeld. Maar wat er nu met Joden gebeurt, is uniek op dit moment. Nou, wat mij zorgen. Ik heb nooit gezien dat mensen in theaters opstonden en mensen gingen uitschelden omdat ze een andere huidskleur hadden. Of omdat ze moslim waren, of omdat ze christen waren, of wat dan ook. Nee. Dit gebeurt nu met Joden. Ja. En dat deze in de culturele sector. En dat deze staatssecretaris van cultuur die menselijkheid niet heeft om dat te voelen. En op dat moment op een zodanige manier te praten dat de samenleving ziet dat iemand daar er bovenop zit en begrijpt wat er gaande is. Dat begrijp ik niet. En weet je, het is ook nog meer eigenlijk. Want ze gingen verder. Van der Plas die probeerde haar te bewegen. Hè, echt menselijk, emotioneel te bewegen. En die ging voorbeelden geven. En wat was de reactie van deze staatssecretaris? Die zei van ja, u noemt u allemaal dingen die niet tot mijn portefeuille horen. Ja, dat vond ik echt een gospe. Dat meen ik serieus. Maar weet je, je bent op straat. En er valt iemand van de fiets en die bloedt. En die kijkt je aan en die zegt, help mij. En ik ben geen arts. Ik ben een journalist. Dus ik pak een pen en een papier en ik begin te schrijven. En ik zeg tegen de persoon van, ja, voor hulp met die verwondingen moet u niet bij mij zijn, want dit is mijn portefeuille. Ja. Echt, alle menselijkheid is uit die Greper weg. Ja. Ja. Zou ik moeten zeggen, ongeacht wat voor portefeuille je hebt, wat voor minister je bent, wat je in het dagelijkse werk ook doet, je bent een bewindslid, je representeert een mentaliteit, een morele maat, bepaalde waarden en normen in een vrije, democratische samenleving. Dus als een groep aangevallen wordt door individuen aan te vallen en die agressief te bejegenen, en het gebeurt ook nog in je culturele sector, maar ook op andere plekken, dan kan ik me niet voorstellen dat je daar geen mening over hebt. En dat je niet iets zegt, het is verschrikkelijk wat er nu in Nederland gebeurt. En dit moeten we niet met z'n allen willen. En misschien heeft ze geen oplossing paraat. Dat kan, ik heb nu niet een oplossing paraat, kun je ook zeggen. Maar ik slaap er niet van. En ik zal er gewoon echt alles aan doen om met mijn collega's te kijken hoe we gewoon echt op alle niveaus iets kunnen doen om die tijd te keren en om dat in te dammen. En om te handhaven, want daar gaat het natuurlijk ook om. Ja. Het gebeurt ook omdat, daar hebben we het vorige week over gehad, het wordt niet gehandhaafd. Nee, het zijn allemaal woorden, maar er zijn geen daden.
Er wordt gewoon gereageerd op iets wat gebeurt en daar blijft het dan bij. Ja. Er wordt geen actie ondernomen. Ja. En daardoor gaat het iedere keer een stapje verder. Zo is het. En je ziet aan het gezicht van zo'n staatssecretaris dat het maakt daar niet uit. Nee. Als je praat over een tekort van 300 miljoen in haar pot, of als je praat over de sluiting van 40 theaters, of dat is een beetje veel, maar goed, of faillissement van 5 orkesten, dan is het voor haar precies hetzelfde als geweld tegen Joden. Ja. Maakt er niets uit waar je over praat. Maakt er niets uit. Ze zit daar te zitten en voor de rest bekijken jullie het maar. Nou ja, dan hebben wij het over seksdagen. Want op een gegeven ogenblik, na Lady Coeur en dacht je van nu moet Rutte ingrijpen. Maar Rutte was in China. Nou ja, oké. Daar had hij al belangrijke dingen te doen. Als toekomstige NAVO-baas profileert hij zich internationaal. Nu vind ik dat je eigenlijk ook in China 10 minuten kunt vinden om, net zoals wij nu praten, door een app misschien een telefoon te pakken en het volk toe te spreken en te vertellen dat hij het afschuwelijk vindt wat er gebeurt. En dat hij gauw thuis komt. Het interesseert hem gewoon niet. Echt niet. Nou, ik weet niet. Ja, dat weet ik niet. Want Rutte is wel als bekend wel een betrokken man. Het is gewoon echt niet niet afstandelijk wat dit soort dingen betreft. Maar ook hij is nu in een totaal andere sfeer geraakt. Hè? Ja. Hij is dus gewoon echt geobsedeerd door zijn nieuwe baan. En door de lobby tournees die hij overal ter wereld moet doorvoeren om zich te profileren als wereldleider. Dat wil hij worden. En dat is het. Dat is zijn modus. En daar kan hij dus gewoon echt op dit moment niet eruit komen. En dat interesseert hem eigenlijk, daar heb je gelijk in, überhaupt weinig wat er in Nederland gebeurt. Ja. En dit is iets dat hij helemaal niet kan hebben. Dit soort Maar goed, je zag dat hij kwam en hij praatte. En hij was ook niet doortrokken door emotie, bewogen door emoties. Dat heeft hij wel als hij over Oekraïne praat. En als hij zich verzet tegen de mensen die dus Oekraïne geen goed hart toedragen en die pro-Putin zijn. Dan kan hij wel heel fel zijn en overtuigend in zijn visie en vertellen wat hij onacceptabel vindt. En hier bleef je ook vlak. En dan denk ik, ja, ik hoor die mond praten en het hart, dat zit er niet in. Het hart blijft leeg. Het hart blijft hol. Ja. In de pers heette dat al gauw, Rutte heeft de slappe houding van het kabinet gecorrigeerd. Want Kamerleden hebben dus die slappe houding van de minister, van de staatssecretaris Greper gehekeld. En de Kamer is zelf met een, vond ik, heel goede solidariteitsverklaring gekomen. En met een statement dat er iets moet gebeuren. Dat het onacceptabel is wat er gebeurt met de aanvallen, antisemitische aanvallen. En dat die ook antisemitisch zijn. En dat het kabinet maatregelen moet nemen. Dat gewoon echt allemaal meteen aangepakt moet worden. Twee partijen hebben dat niet ondertekend. Nou, Denk en Baudet. Dan weet je ook meteen wie de nieuwe fascisten in Nederland zijn. Ja. Dat kunnen we gewoon duidelijker kan niet. Worden. Nou, dat is gewoon echt het ergste islamisme met extreem rechts dat elkaar de hand geeft. Ja. Zo is dat nou eenmaal. Ja. En knettergek. En ontzettend funest, antidemocratisch, vol haat. Er zijn linkse partijen die coalities zijn aangegaan in gemeentes met Denk. Zoals de PvdA, als ik me niet vergis, en GroenLinks. Ik denk dat we vanaf nu met goed recht kunt zeggen dat de partijen die nog coalities met Denk aangaan op lokaal niveau, dat die antisemitisme gewoon bewust steunen. Absoluut. Of dat het ze helemaal niet uitmaakt. Het maakt ze niet uit. Laten we het zo maar zeggen. Ja. Het maakt ze niet uit. Laten we dat maar zeggen. Maar wat mij verontrust. Het maakt ze ook niet uit dat Denk ook de seculiere Turkse gemeenschap verraadt en in gevaar brengt. Ja. Dat maakt ze ook niet uit.
Nee, maar Joden maakt ze niet uit. Ja, wat, ja. Wat mij verontrust, hè, ik zag zaterdagmiddag dus weer die filmpjes verschijnen. En dan, het is gewoon het marcheren door de straten van Amsterdam met die vlaggen. Ja. En dat verontrust me op een vreselijke manier, moet ik je zeggen. Want de vergelijking wordt zo makkelijk met wat er 80 jaar geleden is gebeurd. Echt. Ja, en de ontkenning, vervolgens, die zo ontzettend groot is. Ja. Burgemeesters zeggen, ja, maar het heeft niks met antisemitisme te maken. Bestuurders, lokale bestuurders zeggen, nee, het heeft niks met antisemitisme te maken. Ik kom terug op die demonstraties, want daar is ook iets raars mee aan de hand. Maar wat mij zo verbaast nu, is dat de kunstwereld zo ontzettend stil is. Ook dat. Ja. En wat hoor je dan? Kunstenaars vinden zichzelf of schrijvers heel genuanceerd. Dus die gaan zeggen, zoals Gijs Groenteman op 1 afgelopen week. Van ja, het is afschuwelijk natuurlijk. Maar ik vind het gewoon echt, weet je, met die nasale stem. Ik vind het zo moeilijk nou om toch wel te kijken wat nou terecht protest is of antisemitisme is. Ja. Nou ja, het is helemaal niet moeilijk. Heel veel mensen hebben gewoon echt een rechte rug en de morele helderheid, ja, om onderscheid te maken. Precies. Het is zoals Natasja van Wezel zei, van ik kan me heel goed voorstellen, en ik ken ook veel mensen die kritiek hebben op Israël en überhaupt niet alleen maar nu op deze oorlog, maar überhaupt de fraude in Israël en Palestijnse gebieden, autoriteiten. Maar het is gewoon echt duidelijk te onderscheiden wat dat is en wat antisemitisme is. En het is altijd die angst van schrijvers en cabaretiers en zangers en cabaretiers die zingen altijd over gevoelens en verbindingen van alles wat menselijk is. En hier hebben ze afstand genomen van de Jood als mens. Ja. De Jood die bang is, de Jood die aangevallen is, de Jood die kinderen heeft die niet meer naar school kunnen. De Jood die kinderen heeft van wie foto's verspreid worden en die prooien worden in Amsterdam. Ze hebben totaal afstand, want ja, het past niet bij ze, dat conflict. Nee. En dan, sterker nog, iemand attendeerde mij uit de filmwereld, attendeerde mij vandaag op het feit dat de filmwereld ergens in de herfst na 7 oktober met een enorme solidariteitsverklaring voor Palestijnen gekomen is. Nou ja, als je dat doet, omdat het lot van de Palestijnen je te hard gaat, hoe kun je dan zwijgen als hier de Joden aangevallen? Ja, in je eigen land. Wat mij verbaast. Dat is een conflict. Wat mij verbaast, al die artiesten in Nederland. Al die artiesten. Er is helemaal geen geluid van Lenny, wij steunen je. En Lenny, wij helpen je. En kom op, jij komt bij mij optreden. Juist in dat theater. En Lenny zei van de week tegen mij in mijn podcast op woensdag. En dat heeft ze later ook in het NIW zelf geschreven. Ja, een goede dat, column was dat. Ja, dat zij zou niet raar opkijken als de volgende stap is het argument, mevrouw Koer, wij kunnen uw veiligheid niet meer garanderen, dus u kan niet meer optreden bij ons. Dat wordt de volgende stap. Ja, en precies. En daarom is het zaak om nu aan die staatssecretaris Greper te vragen, wat ga je eraan doen, zodat dit niet gebeurt? Juist. Hoe ga je gewoon praten met theaters en ze op het hart drukken? Of ga je dat doen? Ga je zeggen, het is onacceptabel dat jullie cancelen vanwege veiligheid en dat jullie Joden cancelen? Joden worden niet gecanceld, al moet ik het leger bij de poort zetten. Ik denk dat ze dat wel gaat doen, hoor. Dat ze dat helemaal maar geen reactie... Ze gaat helemaal geen reactie geven. Ik vrees ook dat... Dat de reactie zal zijn dat er gewoon gezien de situatie en gezien de escalatie en gezien het gevaar dat het voor de veiligheid van het publiek en veiligheid van de artiesten, dat maar gecanceld wordt. Die kant gaat het op. Je moet zelfs moeten weten in het lezingencircuit, hè? Ja. In het lezingencircuit en wetenschappelijke
uitwisselen hoeveel Joden gecanceld worden. En Israëli's gecanceld worden en niet meer uitgenodigd worden. Ja. Echt mensen die niks te maken hebben met de invasie en bombarderen van Gaza. Niks te maken. Nee. Alleen het feit dat ze Jood zijn of uit Israël komen. Het is echt niet te geloven. Ja. En dat artiesten, de vakbroeders van Koer zwijgen, dat kan twee dingen betekenen. Dat ze bang zijn en dat ze, of dat ze gewoon het eens zijn met de mensen die haar belagen. Nou, ik vind beide houdingen abject, want je hoeft, als je eens bent met deze belaging, dan ben je een fascist. Wie dit soort geweld goedkeurt, is een fascist. Voor mij is dat gewoon heel veel duidelijk. Nou, ik... voor jou niet. Ik wou je twee voorbeelden geven die zaterdag zijn gebeurd. Ten eerste, er is een verklaring gekomen van 9 deelnemers, dus 9 verschillende landen, van het Eurovisie Songfestival. Ja. Waarin ze dus eisen dat er een staakt het vuren komt en een einde aan al het leed in Gaza. Er wordt helemaal niet gesproken over de gijzelaars. Ten tweede, de judoka, de Israëlische judoka die in Japan was, daar werd zijn Israëlische jasje, zijn judoka jasje gestolen door een groep activisten waarmee die in gesprek wilde gaan. Gewoon de discussie aangaan. Nee, daar gaan we niet. We gaan niet discussiëren. We trekken jouw judo jasje van je lichaam en we nemen de benen. Het is zo cru allemaal wat er gebeurt. Het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Echt waar. Ja, maar elke dag komt er gewoon zo'n voorbeeld, of meer voorbeelden. Er komt elke dag meer. In Frankrijk hebben we ook een paar incidenten gehad afgelopen week. Dit is de vorm van communicatie nu. En de vorm van communicatie is geweld. Ja. Dat geweld is fascisme. Dat is gewoon geweld is altijd het middel van fascisten en van communisten geweest. Ja. Om hun zin door te drijven. Ja. En van andere kunstbroers zou je verwachten, de schrijvers, mensen die de gave van het woord hebben, zou je verwachten dat ze het ook voor Leni Koer opnemen. En niet alleen maar voor Leni Koer, maar voor individuen die bedreigd worden om wie ze zijn. Nou, niks is minder waar. Al die schrijvers zijn ook bang. De enige die het opgenomen heeft is Theodor Holleman. Die heeft zich die heeft zich er werkelijk over uitgesproken. Dat is ook de enige die ik gezien heb. Er zijn een paar uitzonderingen. Ja. Maar al die mensen die altijd... Weet je, toen die arme kinderboekenschrijver die beschuldigd is van pedofilie omdat hij zo'n scène beschreef. Ja. Van hoe een volwassene zich aan een kind vergrijpt. In een van zijn boeken, waarin hij dit soort dingen bespreekbaar maakt. Niet begrip wil kweken, maar uitbeeld wat er met kinderen gebeurt. En die man die is aangevallen door extremistische christenen van Civitas Christiana, een soort alt-right in Nederland. Ja. En toen is een krantenadvertentie gekomen met, ik weet niet hoeveel schrijvers, 1000 namen, gewoon echt maar uitgevers, boekhandelaars, schrijvers. Het was echt zo klein, zulke kleine lettertjes, die hele 2 krantenpagina's vol. Om iemand te beschermen. Dat vond ik een heel erg mooie actie. Heel overtuigend, hartverwarmend. En dan denk ik van kijk, als je aangevallen wordt, onterecht, dan staat een hele gemeenschap achter je. Juist. Nou ja, die mooie actie mis ik nu bij Leni Koer. En ik vraag me ook af, wat hebben acties voor anderen nog voor waarde als je het niet altijd doet en niet voor een Jood durft op te nemen? Dan denk ik van dat is gewoon, dat doen jullie alleen maar omdat het onderwerp je bevalt. Omdat het goed staat op je cv als schrijver om je te uiten tegen de belakers van homoseksuelen of... Dat is lekker commercieel. Dat is lekker commercieel en dat komt er goed uit. Als het om Israël gaat, als het om een Joodse kunstenaar gaat, als het om het meppen en cancelen van Joden gaat, dan zijn jullie bang om jullie goodwill bij juries kwijt te raken. Of zijn jullie bang dat jullie boeken niet meer bij de toonbank worden gezet in de boekhandels.
Of zijn jullie bang dat, dat recensenten een sterretje of een balletje minder doen omdat ze je uitgelaten heeft over iets dat met Israël te maken had? Terwijl het puur gaat om solidariteit met een bedreigd persoon. Ja. In een klimaat waarin weer sprake is van jacht op Joden. Los van protesten tegen wat Israël doet. Absoluut. Absoluut. Ik kom er niet meer bij. Nee. Het enige wat ik dan hoor, en dat is ook bij Lenny Koer die avond, dat refrein, Free, Free Palestine. En als ik die stemmen hoor, die zijn zo penetrant en zo agressief. Ze laten nergens ruimte voor. Ze laten geen enkele ruimte voor een discussie. Nee, discussie doen ze niet. Of voor nadenken. Nee. Of voor feiten. Of voor de geschiedenis van wanneer is Palestina vrij geweest? Wat is Palestina? Wie heeft dat bezet? Waar is het bezet? Wat is de voorgeschiedenis van de staat Israël? Wat is er daarna gebeurd? Hoeveel kansen zijn er geweest voor een twee-staten-oplossing? Ja, maar dat weten ze niet. Dat weten ze niet. Niks erbij. Nee, maar dat weten ze niet. De enige conclusie die getrokken wordt vandaag is: Palestina moet gezuiverd en bevrijd worden van Joden. Daar gaat en het om. En dan denk ik van: als dat geen agressie is, als dat geen hetze is, als dat geen oproep is voor geweld tegen Joden, dan weet ik het zelf ook niet meer. En het zweept mensen, hè, die stemmen, dat zweept mensen ook op. Ja, absoluut. Absoluut. Op een gegeven ogenblik willen ze allemaal de straat op en iemand te grazen nemen. Nou ja, dat zie je dus nu bijna dagelijks gebeuren. En vanavond, zaterdagavond bij de Bali weer, want er wordt een Israëlische film vertoond. Ja. 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 Dat mag niet. Geen Israëlische dadels. Daar zijn al protesten geweest. Ja, en zaterdagavond weer. Geen Israëlische dadels, geen Israëlische films, geen Israëlische niks. Bij de niks. UvA ook. Ja. Bij de University College Amsterdam. Ja. Nou, een delegatie totaal gemaskerd en met zwarte gezichten en militaire kledij. En marcheren en zingen. En marcheren en zingen en... Daar is trouwens aangifte van gedaan. Hè? Daar is echt de politie op gestuurd. Universiteiten kunnen zich dat niet lang meer permitteren. Okay. Dat kan niet. Nou, dat wordt eens een keer tijd. Op een gegeven ogenblik verliezen ze hun bestaansrecht, verliezen ze hun nering. Hè? Dat is gewoon echt... Ja. Het kan niet zo zijn dat alles verstoord wordt door deze de eruptie, tsunami aan Jodenhaat. Ik ben blij met de verklaring van het parlement. En dat ze alle andere, op twee na, alle partijen gewoon het echt niet gekibbeld hebben. Gewoon een goede tekst hebben geproduceerd. En ik hoop dat Rutte, die daar achteraf dus gewoon is tegen hem gezegd, waarschijnlijk dat hij te slap geweest is in zijn reactie. Die is erop teruggekomen. Die heeft een brief geschreven waarin hij dus in fellere woorden wat er gaande is veroordeeld. En waarin hij vertelt dus dat verschillende departementen al bezig zijn met maatregelen en te kijken hoe ze op alle niveaus iets kunnen doen. Maar goed, dat is nog niks concreets. En dan heb ik meer aan een politicus als Pieter Omtzigt, die heel concrete vragen heeft gesteld. Die wil nu weten, wat is er per incident gedaan? Is er overgegaan tot aangifte? Is er arrestatie geweest? Er worden mensen voorgeleid. Wat gebeurt er per incident? Hoe wordt dit tegemoet gekomen en bestraft en vervolgd? Ja. Nou ja, dat moeten we weten. Maar daar gaat het mis. Nou, ik zal je zeggen, Nausicaa. Als wij volgende week zondag, ik hoop dat je kan volgende week zondag, als wij dan weer bij elkaar komen. Ja. Dan gaan we weer over dit onderwerp praten, want dan is er nog niets gebeurd en dan zijn de feiten alleen maar erger geworden. Gek, hè? Nou ja, ik hoop dat het kabinet toch wel snel met iets komt.
Ze moeten. Ik zou gewoon echt. Ik vind dat het tijd wordt voor een nationaal noodplan. Ik vind dat gewoon echt de straten schoongemaakt moeten worden van die agressieve protesten om mee te beginnen. Nou, laten ze daar eens mee beginnen om dat te verbieden. En dan moeten gewoon overtreders, die moeten hard aangepakt worden. Misschien moet er een noodwet komen. Je kunt dit gewoon, kijk, dit is een multi-etnisch land, hè? Ja. Je kunt dit niet hebben hier. Je kan niet zo doorgaan, want het wordt alleen maar erger. Het wordt dagelijks erger, van stap met stap. Het wordt alleen maar erger en het gaat op een gegeven moment alle groepen aan. Totdat het werkelijk escaleert. En dan is het te laat. Dan is het te laat. Ja. En helaas zullen wij zeker volgende week nog een paar voorbeelden hebben van... En weet je, dat is gewoon... Op een gegeven moment vraag je ook af, wanneer ben je zichtbaar Joods? Hè? Ik bedoel... Soms ruiken mensen aan je. Ja. Ja. Kijken ze gewoon. Huh? Nou heb je dat hier in Israël gelukkig niet. Nou heb je dat in Israël gelukkig niet. Nee. Maar nee. Ja, daar kon ik wel alle Joden uit Roemenië eruit pikken bijna. Ja. Op straat kon ik aan mensen vragen, komt u uit Boekarest? Ja. Maar... maar hier hè, is echt zichtbaar Jood zijn. We weten wat het is. Maar op een gegeven moment zullen mensen die lijken op Joden ook aangevallen worden. Ja. Nou, dat lijkt me een mooie afsluiter. Want... Nou, dan mooi is het niet, maar het is een afsluiter. Nou ja, het is een afsluiter, want we zitten al bijna 40 minuten te praten, jij en ik. Hoe vind je die? Ja. Ja. Dat kunnen wij de luisteraars niet aandoen. Nee. Nee. Maar ik denk dat uitgebreid uitgelegd hebt, dat mensen het echt wel begrijpen. Ja. En onze luisteraars waarderen het ook. Alles dat het toch wel rustige week wordt in vergelijking met wat we achter de rug hebben. Laten we hopen. Ja. Nou, Sika, weer enorm bedankt. Ga lekker eieren zoeken. Heb fijne paasdagen. Okay. En wij spreken elkaar over een week bij Leven en Welzijn. Wij spreken elkaar over een week. Oké. Ja. Dankjewel. Fijne avond. Tot dan. Bye. Ja, dames en heren, dat was Nausicaa Marbee met een uitgebreide uitleg, mag ik wel zeggen, van de situatie. En ik denk dat ze volkomen gelijk heeft. Neem het goed in, Joop. Ik ben er morgen weer. En ik zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.